Goedemorgen iedereen, welkom bij dag 2 Singapore. Het is nu kort voor 12, ik moet zelf uitchecken, ik heb even slapen. Ik moet snel wat inpakken en dan ga ik richting de campus. Do a trimming of the trees, you know, sometimes they have to go at the edge of the tree. Whether it's the trees, car behind. Oké, was ik bij de servicebalie om mijn sleutels op te halen. Ik heb net mijn contract getekend voor mijn kamer. En ik ben eindelijk in mijn kamer, dus ik wil jullie graag wijzen hoe het eruit ziet. Alleen, het is niet het grootste wat er is. Mind you, ik heb wel de luxe kamer op campus, want ik heb mijn eigen kamer. Wat grotere kamer, dus ik kan me niet voorstellen wat de kleinere kamer, hoe die eruit ziet. Met een badkamer. Ik heb al één trolley leeggehaald en op mijn bureau gezet. Dus don't mind the mess. Ik moet straks ook nog naar de IKEA om spullen te kopen. En zoals jullie zagen vanochtend, ik was laat. Ik was laat opgestaan, mijn telefoon was uitgevallen. Dus dat was een beetje een mess. Snel alles gedaan. Want één uur moest ik hier zijn, anders kon ik mijn sleutel niet ophalen. Want dan zou die weer om 2 uur open gaan in verband met pauzetijd. Oké, tijdens het bewerken van deze video zie ik dat het geluid heel slecht is. Dus maar een voice-over. Nou, als eerste mijn klerenkast. En dit is een overview van de kamer. Aan de rechterkant mijn bed. Een klein stukje om te lopen. En daar heb je mijn bureau. Die staat dan tegen de muur aan. Het ziet er wel heel klein uit. Maar ik heb echt een goede tijd gehad in deze kamer. En deze kamers eigenlijk zijn allemaal heel nieuw gebouwd. Hier kunnen jullie mijn badkamer zien die ik... godzijdank mocht hebben voor deze periode. Want de meeste kamers die hadden dat niet. En moesten dan naar een gedeelde badkamer. Dit is dan mijn mooie uitzicht. Waar ik elke ochtend naar kon uitkijken. En ik denk dat zometeen het geluid weer goed wordt. Yes. Dat is het eigenlijk wel voor nu. Ik heb geen airconditioning die aan is op dit moment. Want er gaat een pas in. Die moet ik ervoor houden, denk ik. En daar moet je geld op zetten. En dan pas kan je airconditioning activeren. Ik denk dat het ongeveer 30 cent per uur is. En naar de winkel op campus gaan om dat te halen. Dus dat zie ik later wel. Maar goed, ik ga proberen nu een deeltje uit te pakken. En dan ga ik een lijst maken wat ik allemaal nodig heb. En ik zie er echt moe uit. Maar goed, ik ga een beetje uitpakken. En dan spreek ik jullie straks als ik misschien richting... de winkel gaan. Oké, het is ongeveer een half uurtje later. Ik ben gedoucht en ik heb alles uitgepakt behalve de koffer met kleren. Ik heb intussen ook een hele lijst gemaakt van de spullen die ik moet kopen. En ik ga nu als eerste op campus op zoek naar een winkeltje. Want daar moet ik mijn pas van school upgraden. Ik moet daar geld op zetten. Omdat ik anders geen airconditioning kan draaien. Dus dat is nu even de prioriteit. En daarna wil ik graag naar de IKEA gaan. Om alle boodschappen en alle spullen te halen die ik nodig heb voor de kamer. Ik heb een hele waslijst. Ik laat jullie wel even zien wat de situatie nu is. Het is nog troeperig. Maar goed, als ik al mijn spullen heb. Dan ga ik uiteindelijk alles netjes organiseren. Maar ik heb dus boekjes. Wat spulletjes hier en daar. Dit is nog echt een troep hier. Mijn koffer is hier. Ik ben gedoucht, dus mijn spulletjes zijn daar. En verder heb ik dus inderdaad een lijst gemaakt van spullen die ik zo moet gaan kopen. Dus het is nu 3 uur om precies te zijn. Ik ga naar beneden. Daar is de kantine. Ik wil graag wat gaan eten, want ik heb echt heel erg honger. En dan laat ik jullie ook meteen zien hoe dat er beneden uitziet. En dan is het tijd om naar de winkel te gaan. En dan zie ik jullie zo weer. Oké, dit zijn dus alle dorms aan die kant. Ik weet niet wat dit is. Nee, het is allemaal op slot. Oké. Maar in ieder geval... Ik ga dus de lift pakken naar beneden. Een broek aan, een hele wijde broek. Een gaas topje. Mijn tas van Michael Kors. Maar goed, dat is de outfit. En ik heb deze hele leuke slippertjes aan. Van de Primark. Voordat ik
wegging naar Singapore heb ik inkopen gedaan. Nu bij de kantine en het voelt heel veel kraampjes, maar het is allemaal ook heel redelijk geprijsd. En je hebt alles wat eten, van scrambled egg op toast naar echt Koreaans eten. Ik zag op het einde ook nog India's eten. Oké, nadat ik klaar was met eten heb ik de bus genomen naar de Global Lounge. En dat is een gedeelte van de campus waar een aantal restaurantjes zitten. De bibliotheek, student helpdesks. En ja. Het is echt heel groot hier. Het is gewoon net als een mall. Kijk, met kleren. Echt heel leuk. Ik ga nog even verder zoeken. Naar de winkel Prime. Je hebt hier echt van alles. Echt leuk om te zien. Hier heb je een hele schattige bakkerij. Oh my god. En deze winkel moest ik zijn. Dus hier moet ik dan mijn kaartje halen. Even kijken hoe het is. Ik ben inmiddels weer terug op de kamer. Met al mijn boodschappen. Het was best wel zwaar om alles mee te nemen. En wat ik dus net niet echt kon vertellen. Dat er zoveel in de buurt is. Toen ik de bus heb gepakt, moest ik misschien 4 stops verder eruit. En daar had je ook een school gewoon meteen. Maar ook aan de linkerkant eigenlijk een soort van mall. Wat ik net ook al zei. Een foodcourt idee. Verschillende restaurantjes, McDonald's, supermarkt, alles, alles, alles. Dus dat is wel heel fijn. Ik heb de belangrijkste dingen hier gehaald. En ik ga straks richting de IKEA om de rest te halen. Maar ik heb dingen gehaald als een Swiffer, schoonmaakspray, even kijken, Ajax. En natuurlijk ook handwas en een sponsje. En ja, ik had gewoon de basisdingen wel nodig. Dus die heb ik tenminste gekocht. En ook een slot om een looker op slot te doen. Dat is ook wel belangrijk. En ik heb deze gekocht. Ik dacht dat dit osembe heet in Japan. Maar rice crackers. Deze heb je ook best wel vaak in die snack. Die borrelmix snacks als het ware. Die we in Nederland ook krijgen. Maar zo zien ze eruit. Even zo aan jullie wijzen. Kijk, dit zijn de grote variant van de kleine bite-size snacks die wij in onze borrelmixjes hebben. Maar ik heb er net eentje op, dus ik ga hem niet openmaken nu. Maar het was wel lekker. En ik kon dus net toast met ei eten omdat het om 10 uur of 11 uur al dicht ging. Dus dat was wel heel jammer. En toen heb ik maar fruit gekocht. Want ik had geen trek om echt heel zwaar te eten. Dus ik had watermeloen. Peer, gewoon normale meloen. En die zijn ook al gesneden en verpakt in zakjes. Dus dat heb ik tussendoor gegeten en ook de Yakult. Het is inmiddels nu ook al 5 uur. Dus ik wil zo wel eruit gaan richting de IKEA. En ik ga wel de taxi nemen denk ik. Want het is te lang reis als ik met openbaar voor ga. Het duurt me 1,5 uur. Als ik eenmaal gesetteld ben kan ik wel gaan exploren. Hoe het allemaal moet met openbaar vervoer. Blijkbaar is het ook heel goed geregeld. Dus als ik dat eenmaal onder de knie heb, ben ik city. En een fun fact, ik weet niet of ik het al verteld heb. Maar kauwgom is niet toegestaan hier in Singapore. Ik had gehoord dat in het openbaar kauwgom kauwen ook niet toegestaan is. Je kan ook geen kauwgom kopen hier in Singapore. Het is gewoon illegaal. Maar wat ik net zag is dat ze cool chews hebben. Wat soort van de vervanging is voor kauwgom hier. De Mentos cool chew. En dat moet denk ik als een kauwgompje dienen. Dus dat heb ik ook gewoon meegenomen. En verder, ja. Wifi hebben ze niet hier. Op de kamer. Dus dat is heel vervelend. Alleen de kabelconnectie. Dus je hebt daar gewoon een kabel aan je bureau voor internet. Alleen ik heb een MacBook. En daar heb je alleen een USB-C poort. Er is geen wifi. En anders moet je zelf een router kopen, heb ik net vernomen. Dus ja, ik ga kijken of ik een kabel kan vinden voor mijn laptop. En misschien kan ik dan zelf wifi streamen vanaf mijn laptop. En ik heb ook een kipworstje gekocht. En deze hoef je niet te koken. Mijn mama zei dat ik heel voorzichtig moet zijn met dit soort dingen eten. Maar het is allemaal wel certified en goed. En ik heb gehoord dat je het moet breken. Oké, dat gaat niet. Op het display waar ik het vandaan heb. Oh wacht, volgens mij moet je het gewoon trekken. Oké, en nu? Ja.
gebeurt gewoon helemaal niks. Nou, dat was heel erg disappointing. Ik ga het ook niet forceren en er iets anders openmaken. Ik koop later een mes en dan zien we het dan wel. Maar goed, ik heb ook shampoo gehaald. Oef. En dat is deze van Sunsilk. Deze heb je ook in India, is heel bekend. Alleen dacht ik dat de shampoo en conditioner was. Met zijn twee keer shampoos die ik nu pas. Dus dat was heel vervelend, want het was $17. En ik kreeg er een spiegeltje bij. Daarom vond ik het wel leuk om te halen. Oef, ik kreeg het niet open gewoon met mijn nagel. Met een oorbel komen we er altijd, hè? Maar ik kreeg er dus een spiegel bij. Ik had de keuze tussen een roze en een witte. Maar ik vond het witte net wat classier. Dus welke vuilnis wil ik meteen kopen? Want ik heb het ook niet hier in de kamer. Dat is een hele kleine spiegeltje. Heel cute. En ik hoop dat er batterijen in zitten. Kijk eens. Dat is een spiegeltje. Kijk hoor. Er zitten geen batterijen in. Die moet ik dan op mijn lijstje zetten om te kopen. En dan zou in ieder geval het lichtje hier, om de spiegel zelf, zou die aan kunnen met de knop die hier is. Ik kan niet geloven dat deze spiegel gewoon $7 zou moeten zijn. Maar goed, ook een kleine mini-fridge hebben. Alleen die kan ik blijkbaar niet huren hier. Dus ik moet even kijken hoe ik dat ga doen en hoe ik dat kan huren. Dus dat waren de belangrijkste dingen nu. Ik ga zo de taxi bestellen richting de IKEA en dan neem ik jullie over. En ik wil ook wel vermelden dat dit echt mijn droomplek is om heen te komen en om te studeren. En daarom wil ik het ook graag voor mijzelf vastleggen voor later. Dat ik het altijd terug kan zien hoe ik mijn tijd hier doorbracht. En hoe ik als persoon ook ben gegroeid en veranderd door deze tijd. Maar ik hoop dat jullie het ook gewoon leuk vinden om te zien. En vanuit mijn ogen, mijn perspectief, Singapore een beetje te kunnen te zien als het ware. Ja, ik bedoel, ik doe mijn best om het meeste te filmen. Maar ik heb jullie bijvoorbeeld de buitenkant van mijn gebaar nog niet kunnen laten zien. Want net waren mijn handen vol. Dus ja, weet je, ik heb maar twee handen. Ik probeer zoveel mogelijk te filmen. En ik ben hier ongeveer 5 maandjes. Het is zeker heel spannend voor mij. Heel leuk. En ik hoop dat jullie het ook gewoon leuk vinden om te zien. Oké, ik ben nu weer buiten. Ik ben aan het kijken naar de view. Super mooi. Het zijn ook allemaal kamers. En dat is het parkeergarage hier. Maar Nanyang is echt heel groot, jongens. Ik kan jullie niet uitleggen hoe groot het gewoon is. Oké, bij nader inzien kan ik jullie wel een uitleg geven over de grootte van de school. De Nanyang Technological University heeft ongeveer een populatie van 33.500 studenten en 10.000 werknemers. De NTU is dan de twee na grootste universiteit in Singapore. En het hele campus is 200 hectare, oftewel 2 vierkante kilometer in de oppervlakte. En dat is een beetje om een beeld te geven over mijn universiteit. Mijn taxi is net gecanceld, dus ik wacht op de volgende taxi. Die is er over 6 weken ongeveer. Ik moet zorgen dat mijn huissleutel en alles goed is weggezet, want het kost €50 om een nieuwe, of $50 om een nieuwe huisnummer aan te vragen. Dat is ook niet de bedoeling natuurlijk. Oké, ik ben net bij de IKEA aangekomen. De taxi-driver was echt heel aardig. Hij heeft denk ik de hele weg met mij gepraat. Maar goed. Ik ga even kijken wat ik allemaal wil meenemen. En ik zoek ook even meteen een karretje. Daar. En dan kan ik al mijn spulletjes gaan halen. Van vuilnisbak tot aan beddengoed. Ik heb best wel wat nodig. Maar zijn dit ook echt kleintjes. Oké, ik vroeg dus net wat het beste was. En waar ik een karretje kon vinden. Maar toen vertelde mevrouw dus. Wat ze doen is ze pakken zo'n kleine kar. En dan deze tassen. Die heb je ook in Nederland. Die nemen ze dan ook mee. En dan stoppen ze alle spullen daarin. Dus dat ga ik nu ook doen. Ik ga even mijn inkoopjes doen en dan zie ik jullie zo weer. Ik doe maar bij de IKEA wat komen eten. En dan ga ik zo verder shoppen. Eindelijk klaar bij de IKEA. Alle spullen in de tas. En ik ga zo weer richting een mall, denk ik. Ze hebben hier in Singapore heel veel van die bruggen. Waar je zo overheen kan lopen. Als voetganger. Om de weg over te steken eigenlijk. Ik heb redelijk wat dingen gevonden. Ik ga nog even doorwinkelen.
En misschien komen we nog wat tegen. En ja, ik zie het verder wel. De belangrijkste dingen die heb ik al, dus daar gaat ze. Kijk hoe mooi de ingang is. Prachtig. Ik ben in een kleine Chinese supermarkt. En ik wil kijken of ik hier wel een kleine waterkoker kan vinden. Want die heb ik alleen nog niet. En ik ben net ook naar een andere winkel geweest. Het heet Watson's. En daar heb ik ook een aantal dingetjes gehaald. Van douche, baddouche. Tot aan spieken. Reinigingsdoekjes voor in huis. Oh, en kijk. Hier kan ik misschien wel een leuke bakje halen. Want die wou ik net niet bij de IKEA halen. Ik ben net nog naar wat winkeltjes geweest. En ik heb wat andere laatste inkoopjes gedaan. Het enige wat ik nog moet hebben is een kussen. Die heb ik op campus gezien voor maar $8 ongeveer. En hij was in IKEA veel duurder. Dus ik ga dat morgen halen op campus. En van mijn lijstje moet ik nog echt een paar dingetjes op maar hebben. En die best wel essentieel zijn. En dat zijn dan de waterkoker, de koelkast en een baddoek. Ik heb zelf een baddoek meegenomen van Nederland. Mijn lieve moeder. Want anders ben ik dat ook vergeten. En ik wil nog graag voor de douchekop. Want ik heb geen douchekop. Het is gewoon een gat. Als het ware. En het water komt er echt heel hard uit. Dus dat is ook niet echt fijn. Dan wordt je haar natuurlijk ook helemaal nat. Maar goed. Ik heb verder denk ik alle boodschappen gehaald. Hier is een tas van de IKEA. Daar zijn andere tasjes. En alle belangrijkste dingen heb ik denk ik nu wel in huis. Ja, snacks misschien nog. En er is geen wifi. Dat vind ik wel irritant. Dus ik moet even kijken hoe ik dat ga fixen. Maar in ieder geval, de winkel op campus zal ook al dicht zijn. Ik ga zo de taxi terugpakken. En ik heb al gegeten bij de IKEA, dus dat is geen probleem meer. Ik pak de taxi terug naar de campus en dan ga ik naar 7-Eleven voor de airconditioning. Oké, voordat ik de mall heb verlaten, ben ik een supermarkt tegengekomen. En ja, ik heb dus geen... Oh, ik heb dus geen koelkast. Maar ik dacht eraan om gewoon kleine pakjes melk te kopen en dan cornflakes, kleine pakjes, dan kan ik dat gewoon daarmee doen en dan bederft de melk ook niet. Dus dat ga ik denk ik doen en een paar ontbijt dingetjes halen vanmorgen. Ik ga gewoon mijn boodschappen halen en dan zie ik jullie weer. Zo, ik ben eindelijk weer thuis en ik ben alles aan het uitpakken wat ik gekocht heb, omdat alles op zijn plek te zetten. De vuilnisbak gehaald. Hangers, echt van alles en nog wat. Ik kan het jullie wel wijzen, heel snel. En echt, don't mind the mess. Ik heb alles op een hoop gegooid. Maar hier van de IKEA allemaal spullen. Echt allemaal random spullen. Ik ben nog op de winkel geweest voor conditioner. Hij is gestopt met opnemen. Maar in ieder geval eten, drinken, alles heb ik gehaald. Ik zie dat mijn batterij ook aan het flesje is. Dus die ga ik zo op de oplader zetten. En ik ga uitpakken. En hopelijk zie ik jullie in de volgende clip terug voor alles next. Oké, uiteindelijk heb ik niet de laatste clip gefilmd, omdat ik nog niet helemaal klaar was met mijn kamer. Maar dat zien jullie wel in de volgende video. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef het zeker een thumbs up. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doei!